Welkom bij Aroma Lifestyle TV. Vandaag ga ik je laten zien hoe je een gezonde vlierbessensiroop kunt maken, boordevol vitamine C en goed voor je weerstand. Hi, leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Monica en vandaag ga ik een vlierbessensiroop maken. En niet alleen met vlierbessen, maar ook met hibiscus, bloemen en met rozenbottels. Want hibiscus, bloemen en rozenbottel, die heb ik hier, die zitten vol met vitamine C. En in combinatie met de antivirale werking van de vlierbessen, kan je daar een hele fijne siroop van maken die je in de winter kunt gebruiken om je weerstand hoog te houden. Dus je kunt hem gebruiken als je bijvoorbeeld een verkoudheid op voelt komen of een griep, maar je kunt hem ook preventief gebruiken door elke dag een lepeltje van deze siroop te nemen. En hij is nog lekker ook, want we zoeken hem naar smaak met honing. Ik heb hier een rauwe honing uit de Turkije. Het is wel belangrijk om een goede kwaliteit honing te gebruiken. Dat heeft ook nog een extra werking. Ben je vegan of wil je geen honing gebruiken, zou je eventueel ook dadelsiroop of ahornsiroop kunnen gebruiken om de vlierbessensiroop te zoeten. We gaan aan de slag. Ik heb hier 100 gram vlierbessen. Die ga ik in de pan doen. En dan heb ik 30 gram, ik moest even nadenken hoeveel het was, maar 30 gram hibiscusbloesem. Die ga ik er ook bij doen. En dan heb ik nog de rozenbottel. Die moet ik nog eventjes fijn malen. Je kunt rozenbottel natuurlijk zelf plukken. Of als je een geluk hebt, je hebt een rozenstruik in je tuin waar je rozenbottel van af kunt halen. Of je vindt ze in de natuur, dan kan je ze plukken. En anders kan je ze ook via het internet bestellen. Ik zal de link ook hieronder zetten. Dit zijn hele rozenbottels. Je kan ze vaak ook al gekneusd bestellen met of zonder pit. Maar ik ga deze zelf eventjes kneuzen, zodat ze in de siroop ook al hun voedingsstoffen vrijgeven. Dat doe ik door ze even in een handdoek te leggen. Of in een theedoek, een schone theedoek. En dan ga ik proberen ze met de deegroller. Dat wordt even wat luider, maar dan ga ik ze proberen met de deegroller wat kleiner te maken. Zo, de meeste rozenbottels zijn nu kapot. En kan ik ook in de pan erbij doen. Ik doe dat eventjes vanuit de theedoek, dat gaat het makkelijkste. Ik ga eventjes de pan een beetje meer hier naartoe halen. Nu ga ik er 1,5 liter water op gieten. Je hebt dus een ruime pan nodig. En dan ga ik dit aan de kook brengen. Ik zal eventjes kookplaat aandoen en dan ga ik het nu aan de kook brengen. Op het moment dat het kookt, zet ik het vuur laag en laat ik het geheel een uurtje lang pruttelen. Zodat alle werkstoffen goed in het water kunnen trekken en je een goede siroop krijgt. Maar we gaan het nu eerst aan de kook brengen. De siroop begint inmiddels te koken. Ik ga nu de temperatuur wat lager zetten, zodat de siroop rustig kan pruttelen een uurtje en wat kan inkoken. Ik doe wel de deksel op de pan en laat het nu een uurtje rustig inkoken en dan over een uurtje ben ik weer bij je terug en dan gaan we verder met de siroop af te maken. De siroop heeft nu een uur met deksel op de pan geprutteld en daarna nog 15 minuten zonder deksel, zodat er nog een beetje wat vocht kon verdampen. En nu is hij klaar om afgegoten te worden en verder te bereiden. Dus ik ga hem van het warmte afhalen, van het warmteplaatje afhalen. En dan zet ik de maatbeker met het vergiet ernaast, zodat ik het makkelijk kan overgieten. En je ziet, ik heb er een beetje donkere roodachtige, ja, bordeauxrood
theedoek onder gelegd. Want als je knoeit met de rode siroop, dat krijg je er haast niet meer uit. Dus ik heb een oude theedoek genomen. En daar zie je dan iets op als de vlekken inkomen. Dus dan kan ik die nog gewoon gebruiken. Ik ga nu de siroop afgieten. In de maatbeker. Dit mengsel, wat overblijft van de siroop, dat kan je nog gebruiken om een heerlijke thee van te maken. Bevat zeker nog heel veel smaak en ook nog een klein beetje van de vitamine en de vitamine C en alle goede eigenschappen van de vlierbessen zitten nog wel in deze bessen en hibiscusbloemen en natuurlijk de rozenbottels. En je kan er een heerlijke thee van maken, verwarmde thee voor over de winter. Dus ik bewaar dit. Doe dit nu eventjes in een ander bakje. En zo direct ga ik ze in een ijsblokjesbakje doen. Met een klein beetje water en dan vries ik ze in. Maar dat ga ik je zo verder vertellen. Ik zal eerst nog even de rest van de siroop afgieten. Voor ik de vlierbessen en rozenbottel en hibiscusbloemen in het bakje doe, druk het natuurlijk nog even goed uit, zodat er zoveel mogelijk siroop uitkomt. Zo. En nu moet ik eventjes mijn siroop in een andere fles doen, want ik heb niet zo'n grote maatbeker. Dus ik giet het even over in een grotere karaf, zodat ik er straks ook nog de honing bij kan doen. Daarom is het dus goed dat ik een donkere theedoek neer heb gelegd, want ik knoei nu al, dat is altijd met deze maatbeker, ik knoei nu al de siroop hier op de theedoek. Zo, nu kan ik de rest nog verder in de maatbeker doen. Waarschijnlijk kan ik het nu ook wel zo de rest erin gieten. Eventjes een alle siroop in de fles gedaan en nu is die ook een beetje afgekoeld zodat ik zo de honing erbij kan doen. Maar ik zal eerst even laten zien wat ik met het overgebleven vlierbessenmengsel doe. Dat ga ik in deze ijsblokjesvorm doen en dan kan ik het straks invriezen. Ik vul gewoon de ijsblokjesbakjes vol met dit mengsel. En ik denk niet eens dat er nog water bij hoeft, want dat zit nog wel een beetje vocht in van de siroop. Dus ik denk dat het straks even afkoelen moet nog. En als het dan compleet afgekoeld is, dan zet ik het in de vriezer. Zo maak ik ze allemaal vol. Als het afgekoeld is, zet ik het in de vriezer. En als ik dan een kopje lekkere thee wil met vlierbessen, hibiscus en rozenbottel, dan doe ik dat in mijn zo'n blokje in mijn theezeefje. Je kan ook zo'n thee-ei nemen, maar ik heb zo'n theezeefje. Dat zet ik in mijn theebeker. Giet er kokend water overheen. Laat het even trekken. En ik heb een heerlijke thee. En dat is natuurlijk voor de winter een lekkere verwarmende winterthee. Ik kan er nog een beetje honing bij doen dan voor de smaak. En je hebt een heerlijke thee.
De siroop is inmiddels voldoende afgekoeld om de honing erbij te doen. De siroop moet nog wel een beetje warm zijn, anders lost de honing niet goed op. Maar niet te heet, want dan gaan de goede eigenschappen van de honing verloren. Dus het is belangrijk dat je eventjes wacht totdat de honing voldoende afgekoeld is. Totdat de siroop voldoende afgekoeld is om de honing erbij te doen. Ik ga nu de honing erbij doen. Dit is ongeveer een liter siroop geworden. En ik heb nu 200 ml honing. Als je niet zo van zoet houdt, kan je er ook wat minder in doen. Maar ik vind honing is natuurlijk ook nog een belangrijke werkstof in deze siroop. Ten eerste houdt het de siroop langer goed. Want het zorgt door de antibacteriële eigenschappen dat de siroop langer goed blijft. En het is ook nog eens heel gezond. Zorg wel dat je een rauwe honing neemt, dus een onverhitte honing. En het liefst ook een biologische of in ieder geval eentje van goede kwaliteit. Wij hebben natuurlijk het geluk dat we onze honing uit Turkije mee kunnen nemen. Die komt uit de bergen en dat is een pure honing. Die komt bij familie vandaan, dus we weten waar die vandaan komt, wie de imker is. Dat is natuurlijk altijd erg fijn. Als je een goede imker in je buurt hebt, probeer daar dan de honing te krijgen. Want het is natuurlijk al het beste om de lokale honing te hebben vanuit jouw omgeving. Dat is gewoon het fijnste en het minste transport, milieuvriendelijk en erg lekker ook nog. Nu roer ik het even goed door. Totdat alle honing opgelost is. En dan kan ik het af gaan vullen in de flessen. Ik heb hier dus nu ongeveer 1,2 liter aan siroop. En dat is voldoende voor de hele winter voor ons. En dit vul ik af in deze kleine flesjes. Ik weet niet of het genoeg is, maar anders heb ik nog een paar flesjes meer. En dit zijn lege ahornsiroopflesjes die ik bewaard heb. Je kan natuurlijk ook, even kijken, waar heb ik hem? Hier. Dit soort lege flesjes nemen. Die staan ook in de Aroma Lifestyle Shop. Die zijn ook heel handig. Maar het is natuurlijk ook goed als je je verpakking opnieuw kan gebruiken en recyclen. Dus dat probeer ik altijd zoveel mogelijk te doen. Mocht je ze niet hebben, dit soort flesjes hebben we dus ook in de Aroma Lifestyle Shop. Die kan je daar ook prima voor gebruiken. De honing is gemengd met vliegbessensiroop. En ik ga het nu afvullen in de flesjes. Ik doe dat met een trechter en dan gaat dat het makkelijkst. En het minste knoeien. De flesjes zijn natuurlijk goed schoon. Ik heb ze in de vaatwasser gedaan en goed gesteriliseerd. Zodat de siroop ook lang goed blijft. De siroop is afgevuld en klaar om gebruikt te worden. Bewaar je siroop in de koelkast, dan blijft hij minstens een jaar goed. Doe er een etiketje op met wat erin zit en de datum, zodat je ook weet wanneer je het laatste keer kan gebruiken. En ik zou zeggen, veel plezier met maken. Laat me ook zeker onder de video weten als je het gemaakt hebt, hoe het bevalt en of je er baat bij hebt en hoe het je smaakt. En natuurlijk ook zou ik het leuk vinden als je weet of je ook de theeblokjes gaat maken en hoe ze dan bevallen. Vind je dit soort video's leuk en wil je er meer van zien? Abonneer je dan ook op Aroma Lifestyle en like ook de video's. Dat helpt ons om weer beter gevonden te worden op YouTube, zodat meer mensen kunnen genieten van de video's en kunnen leren om hun eigen producten te maken. Goed voor onszelf, goed voor ons milieu en goed voor iedereen eigenlijk. Dus like de video en abonneer je op Aroma Lifestyle en ik zie je dan in de volgende video. Tot ziens!